Ja, mag je hem starten door op die knop te drukken. Geen sleutel dus, echt. Geen sleutel meer. Kijk. Helemaal contactloos. Handig. We hebben een iPhone in dit geval geconnect. Yeah. En dan kan je gebruik maken van Siri. Het systeem heet Apple CarPlay. Eigenlijk worden de meest belangrijke apps op je scherm getoond. Je kunt bijvoorbeeld via de Apple kaarten navigeren. Maar je kunt ook een WhatsAppje versturen in je auto. Dat kan je doen met spraakbediening. Oké. Okay. Ik zit hier met Marije in een hele mooie Tiguan. Hier is je WhatsApp bericht aan Volkswagen namelijk. Ik zit hier met Marije in een hele mooie Tiguan. Vet. Kan het verstuurd worden? Wat je daar ziet, dat noemen wij bij Volkswagen het Active Info Display. Dat waren eigenlijk traditioneel gewoon klokken. Maar nu is het een volledig digitaal display waar je gewoon verschillende dingen in kunt weergeven. Je kunt naar audio toe, je kunt naar telefoon toe. Je kunt naar de wagenstatus toe. Oh, te gek. En wil ik je nog even een laatste ding laten zien. Dat is een app die ook op deze auto zit. Er zitten heel veel dingen op. Bijvoorbeeld rittenregistratie. Okay. Als je hem hier aanklikt. Yeah. Daar zie je alle ritten. En als jij bijvoorbeeld deze auto zakelijk gebruikt en je wil je rittenregistratie opgeven aan de Belastingdienst, kan dat met deze app. Handig. Hoe handig is dat? Netjes hoor.